Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. In deze aflevering gaan we kijken of we misschien Edelgard wel moeten gaan bevechten. Het zou me niks verbazen. In ieder geval, we zijn weer wat sterker geworden tijdens de training. Ik had maar een halve maand deze keer om me voor te bereiden, dus ik ben benieuwd of het, hoe zal ik dat zeggen, pijn gaat doen dat ik niet sterker ben geworden. Zetet heeft zich wel bij ons gevoegd. Of we daarbij moeten zijn, dat moet nog afwachten. Maar hij is wel een professor, dus je zou kunnen zeggen dat hij toch wel een soort van goed zou moeten zijn. Ja, je kan Zetet. We halen sowieso Cyril eruit en dan laten we Zetet meedoen. Ik denk dat dit de topopstelling gaat worden. Begin de battle. Defeat the enemy commander. All of the units fall. Rhea falls in battle or the defended location is captured. Okay, dus Rhea mag niet doodgaan. Of hetgene wat wij verdedigen wordt gecaptured. Daar heb je Rhea. Protect the archbishop and maintain the defensive line. Reinforcements should arrive soon, so just hold your ground until then. Okay, we moeten dus gaan verdedigen. Wacht. Oh ja, hun horen bij ons. Ik wil al zeggen, is Hanneman ook opeens tegen ons, maar dat is niet zo. Dit wordt best wel gevaarlijk. Dit zal de commander zijn, Randolph. Okay. Guide me well. Oh, yo, Seth, het zit op een draak. Wat is dit? Oh, ik kan gewoon naar hem toe gaan en hem killen. You defeat me. Left. Lekker bezig, Seth. Who, me? Oh, die gaat niet dood helaas. Kan ik die ook? Oh, die wel killen? Ja. Dat is altijd lekker. Oh, daar kan ik net niet echt goed bij. Maar laten we die wel hier naartoe lopen. Ik ben benieuwd hoe moeilijk dit level gaat worden. Stay focused. Ready anytime. I got this. En dan hebben we haar nog. Laten we er wel tussen staan. Oh, hier staat de rest. Ik dacht al, waar is de rest? Leave it to me. Wojo. Wajo. Wauw, wat een onzin. Nou, Hanneman heeft helemaal niks uitgevoerd. Nice. Thank you. Report. So long as we can recapture. Hoe gaan we die draak ooit killen? Oh, zo. De helft van de draak is in ieder geval Gonzo.
Wacht, hij heeft 3 levens, hè, de draak. Is niemand meer in de buurt verder? Nee, sad. Each battle a chance to grow. Oké. Okay. Nog een Imperial Soldier Gonzo. Oh. That's the golden deer for you. Progress. Oh, hier kan je de muur slopen, zie ik. Kijk, die kan dood. Lekker Felix. I am spent. I am... Zij is opeens een ding geworden. Dat was niet de bedoeling, volgens mij. Zij opeens een bower werd. Nou, laten we hem maar gewoon naar voren laten lopen dan. Wie hebben we nog meer dan? Wie is er nog over? Oh. Zij kan vliegen. Dan gaan we hier naartoe. Fuck a duck. That truly helped. Oh, mis dan niet, jonge church soldier. Crit? Ja, crit! Nice! Ah, dat kwam goed uit. Nice. Oké. Okay. Gaan we eerst met Seth het wel aanvallen. Oh. Zet het wel aanval. Ja, dan is het toch slimmer om hier te pakken. En dan. Oh, en dan kan ik nog wegvliegen. Dan vlieg ik hem wel hier naartoe. En dan hem af te maken met een crit. Kaboom. 135. Met een crit. Kiboom! Lekker. Oké. Okay. Oh, Lorenz die heeft een XP share. Doe maar gewoon zo dan. Let the rest
lesson begin. You didn't give it your all. It's your call. Don't hold this against me, okay? Kijk, lekker wat kritjes hoor vandaag. Wow, van Crit City. It's not luck, it's fate. I'm impressed. Dan gaan we even kijken met Leonie. Nee, met Felix. Ik wil wel wat dichterbij komen, maar. Oh, ik wil ook weer niet te hard van stapel lopen. Hij gooit weer met stenen. Ik denk dat ik hem moet gaan aanvallen. Lament your weakness. Zo. Kan ik daarbij? Natuurlijk niet. Kan ik met haar daarbij? Ook niet? Wauw. Oké. Okay. Ignatz, move naar voren. Hilda, ja, ga maar hier boven op het dak staan. Cloud gaat hier naartoe. Dan gaat Felix hem. Oh, KO, wou ik zeggen. Wacht. Oh, dit is nog beter. Lekker, Cynthia. Oh, ik wou haar eigenlijk. Wacht, ik kan wel als ik Felix hem laat aanvallen. Kan ik alleen beter. Ik denk dat Felix zo doodgaat. Dat is een beetje mijn eigen schuld. Yep. Nou, die is in ieder geval dood. Weg ermee. Lorenz kreeg XP points. Die irritante steengooier, die is ook dood. Oké. Okay. Dus
ook niet handig. Leonie kan er nog niet bij komen, maar kan Lysithia deze bitch wel doden, ja? Ignatz, laten we hierin lopen. Hebben we nog zetten? Have faith. Wacht. Ik kan hem killen, dus het zou betekenen dat ik niet dood hoef te zijn. Klopt dat? Ja, oké, okay, Hubert is dood. Mooi. Dan ga ik misschien dood door die andere grote draak zo. Oh nee, kijk, als we hier gaan staan, dan worden we misschien wel geheeld. Kijk, reinforcements daar ook van. Oh nice, hij gaat die voor die church soldier. Jammer van die 117 op die ene, op dat ene leven, maar ja. Kijk. Guide me well. Dan laat ik hun gewoon met hun dealen. Ga ik hier bovenop staan. Ga ik hier in de bosjes staan. En met Ignatz daar in de bosjes staan. Goed, hoeveel damage kan Leonie doen? Heel weinig zo te zien. Maar ja, ik moet wat om hem te killen. Oh. Ik heb hier niet echt de juiste mensen staan. Ik denk dat er toch iemand daar even moet gaan helpen zo. Dus ik denk dat ik hun eventjes naar achter laat lopen. Oh, fuck, dood. Oh, die wou ik net daarheen laten lopen. Kut, sorry. Er moet eigenlijk iemand eventjes die kant op. Dus ik ga wel die kant op. Should I have held back? Zo, nice. Kijk, Lawrence die krijgt XP van mij, jongen.
Okay. Die draak is ook weer gonzo. Die laat ik even staan. Oh, miss, nice. Okay. I did it. I did. If you say so. Okay, die is ook dood. Who knew? Durf ik hem al te beschieten? Nee, dat durf ik zeer zeker niet. Oké. Die heb ik nog over. Zet even zeker. Ja. Kijk. Predictable. Miss, nice. Dat is jammer. Oké, zo jammer is het niet, want die paard is gewoon gonzo nou. Oeh, Shamir, uitkijken. Nice. My life. Maar zo dan. Laat eens lava gonzo. I thought ready anytime. Yo, bijna geen damage, dus ik loop ook wel die kant op met Ignat. Oh fuck, ik had even op moeten letten of ik een keer of niet. Veel te weinig. You underestimated me. Zo. Oeh, dat heeft veel damage. Kut, Shamir is gewoon zo. Appreciate it.
Okay. Oh, dat was misschien niet handig. You defeat me? Run. No hesitation. That is that. Nou, hier staat nu niemand meer, oké. Okay. Ignas loopt maar gewoon mee naar die kant. Nee. Hoop dat hij mist. Nee, hij mist niet. Oké. Okay. Ik kan hem gewoon niet killen, dat is zo kut. Hierbij weten, oké. Okay. Hoe ga ik hem ooit killen, man? Kom op, doe wat damage. No damage. Zij mist, dat is wel heel nice. Dit wordt niks. Dit wordt echt niks. Wojo. Tuurlijk heeft hij dan een crit.
if it were. Oké, Edelgard is bij ons zo in ieder geval. Lorenz ook leveltje omhoog. Oh, dit was de stage al. Ik hoefde alleen Edelgard te killen. Oh, easy peasy. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Het is me weer gelukt. Ik ben heel erg blij. Tot nu toe hoef ik bijna geen enkele over te doen. In ieder geval heel erg fijn dat jullie hebben gekeken. Adios, amigos.